sluit die uit. Alle CSS en JavaScript zijn nu geïsoleerd. Dit ding wat je hier bovenin ziet, dat is een iframe. Tot en met hier ook. En hieronder dat is de comment area. En alle editing, CSS, JavaScript en zo zijn allemaal hier nu uit. Dus dat kun je nu volledig gescheiden houden. Er worden ook van het iframe dat alle stijlen alleen maar in het iframe geapplied worden. Dus dat nooit dat team div padding is team important erin zetten, dat aan die toolbar ook nog steeds een comment eruit ziet. Nou, de toolbar heeft als je ingelogd bent, dan houdt hij gewoon zijn status. Dus op het moment dat je van de ene naar de andere navigeert, dan zit die fade in. Dat komt omdat die iframe wordt later geladen dan je pagina. Dus dat is fade in. Dus dat is een fraas, wit en plat en ding is. Nou, ik kan uiteraard een keer uitklappen. Dan heb je je edit controls, dus de mouse position van je personal bar met neuken. Als je dan kan editen, dan krijg je ook die knop erbij. En ook dat ding, dit bewaart je de cookie, dus op het moment dat je naar een andere pagina gaat, dan houdt hij dat. In principe alle editing, nou dit is nu toevallig een site X, want die kan er ook andere teams van. Alle editing gebeurt verder allemaal in overlays. Dus dat wil zeggen, als ik nu bijvoorbeeld workflow wil doen, klik ik erop, komt een overlay hier te staan met alle shit die ik kan doen. Je kunt nu wel zien, als ik bijvoorbeeld edit doe, kan ik dus de hele pagina hier editen. En als het geen deco is, dan komt hier een overlay. Alle messages, alle portalmatches zijn role notifications geworden. Die zitten ook in een apart iframe. Het is een beetje tricky. Je legt het bovenste ding in zijn iframe. En op het moment dat een overlay geopend wordt, dan wordt het iframe 100% van je viewport. Waardoor dit ding, wat je hier ziet, ook in je iframe zit. Dus al je overlays die worden ook gesteld aan de hand van de stijlen die in je iframe zitten en niet in je content. En het doel daaraan is dat we eerst, omdat die iframe wel 100% wordt, maar op het moment dat je overlay ging scrollen, dan hadden we een scrollbalk van je overlay, en een scrollbalk eventueel van je content die erachter ligt, en nog een scrollbalk van dit. Dus we hebben nu multiscroll. Ja, dus we hebben nu een trucje dat op het moment dat een overlay geopend wordt, wordt de iframe 100%. En dan gaat de scrolling in je contentpagina zetten we uit, waardoor die scrollbalk verdwijnt. Dus deze scrollbalk die je hier ziet, is de scrollbalk alleen van een iframe. Op het moment dat ik die dus weer, dat ik die weer afsluit, dan krijg ik de scrollbalk van mijn content area weer terug. Maar ja, zo werkt het wel vrij, zodat je in ieder geval wel gewoon normaal kan scrollen in je overleiding, niet dat je nog helemaal 100.000 dubbele scrollbalken krijgt. Dat jij dat ding dan ook van auto-growing hangt, zodat je maar één scrollbalk hebt uiteindelijk. De styling van die dialog zelf, die overleg, die moet nog helemaal gedaan worden. Dus dat is gewoon bijna van het goede geval voor mij is. De toevoeging van content zit ook nergens meer uitklapmenu's in. En kijk maar, maar nu worden alle overige dingen zijn gewoon klik en dan ga je naar de dingen toe. Dus hier heb je ook met add content, heb je hier gewoon al je content types die je kan selecteren. Back and drop. Zeg je? Ja, je kan back and drop files hier uploaden. Het plan is ook nog om bijvoorbeeld met je webfiles te uploaden om te kijken of
begonnen is, dan is het al niet raar. Dat is een fair point. En die content zie je nu ook trouwens direct hoeveel items erin zitten. Dus, verbetering. Nou, site configuration werkt ook gewoon hetzelfde als die al weet. Gesteld wordt. En je personal dingen zitten ook allemaal niet in. Maar dan werkt het werkt helemaal volledig zonder JavaScript. En dan krijg je een extra stap. In principe wat we doen nu. Manage page linkje. Dat is eigenlijk het enige. Er wordt dus in principe een stukje JavaScript code in die ervoor zorgt dat het iframe geïnsert wordt. Die heeft met zeg maar één binnen één div zit en dingen die of dit laat zien als je geen JavaScript hebt, of dat ding vervangt door een iframe op het moment dat je het wel hebt. Maar zo kun je op dezelfde manier, als je het gaat dan ga je volledig naar de toolbar vol screen. En dan kun je dus gewoon hier ook op edit klikken. En dan ga je naar die pagina's doen. Zo kunnen we waarschijnlijk ook de model interface gaan doen. Dan kun je gewoon omhoog niet klikken door naar submenu, klikken door naar je hele pagina en klikken door terug naar je hele pagina. Redelijk eenvoudig om te doen. Gisteren ben ik bezig geweest om, om deco ook geïsoleerd te krijgen. Dit is een deco page. Het probleem daarbij was dus dat in deco is het normaal gesproken alle stijlen en alle JavaScript en alles zit allemaal in deze area. En die wil je dan ook in dat iframe hebben, zodat die volledig geïsoleerd is. Dus ik heb nu zo gemaakt dat alle stijlen of alle JavaScript en alle meuk nu hier zit. En het enige wat hier geïncludeerd hoeft te worden is één authoring CSS die zorgt dat die blauwe balken en die andere dingen erin zitten. En de rest is nu alles volledig geïsoleerd. Hierbovenin, en dat moet allemaal gesteld worden, maar hierbovenin heb je nu deco zitten. En hier onderin heb je nu gewoon je content page die je volledig kan editen. Nogal wat bugjes hier en daar. Maar, het idee is wel als je. Nee, het werkt wel. Als je deco hebt en klikt op edit, dan krijg je het. Ja. Ja, dus alle andere pagina's die edit je in principe met in- en overlay als een form-based achtig dingetje is. Zo'n database of whatever, dan doe je nog steeds een overlay op het moment dat je echt visual content hebt, dan doe je het in deze manier. Dus dat is alleen maar terug. Deze knop doe ik op een andere reden nog niet, omdat ik dan de focus leg als je hier op klikt, dan doe ik een andere frame fixen. Maar hij maakt nu gewoon alle jQuery zitten dus allemaal in dit frame. En je kan vanaf hier kun je remote alle events binden op je content area, waardoor je dus in dit frame hoeft ook geen jQuery te zetten. Theorie kun je straks het enige wat je hoeft te doen is je team hoef je alleen maar één dia-rol te maken en met dus het hekje plone.app.ui trigger en prepend aan je body